twitteren zo. En dat is GTSD. En onze ploeg staat onder leiding van meneer Harmsen uit GTSD, oftewel Wick Jongsma. Ja. Wick, hoe heb je je hier nou op voorbereid? Nou, dat is een heel langdurig proces geweest. En dat is ontzettend in de war geschopt, omdat Martin op het laatste moment is ingesprongen voor Angela Schijf, die ziek is. Kim, die heeft voedselvergiftiging. En toen moesten Bart en ik even overleggen van, ja, wie kunnen we nog erbij slepen? Ja. En dat is Martin, omdat hij van huis uit op het journalist moment. Is. Ja, en, dat scheelt wel in absoluut taalkennis. In scoren in dit spel. Ja. Ja. Laat het hopen. Want, Martin, ja, je speelt niet meer in de serie. Nee. Maar je bent nu scenario-schrijver. Ja, ik niet van goede tijden, dat heb ik wel gedaan. Maar van andere series, waaronder Goudkust. Zou je het leuk vinden om ook voor GTSD scenario te schrijven? Heb ik gedaan. Oh, heb je ook gedaan? Ja, dat weet ik. Vertel eens, Marco. Heb je wel eens een script van hem moeten acteren? Nou, nee, ik zit er al zo lang, ik kan me niet eens meer herinneren. Ik wou net vragen wat het verschil was, maar dat heb je dus nooit kunnen merken. Nee, maar je bent wel altijd benieuwd naar, inderdaad, als acteurs op een gegeven moment gaan schrijven. Die kennen de problemen die acteurs hebben met die teksten. En denken van, als ze gaan schrijven, zullen ze het ongetwijfeld beter doen. Niet Martin was heel snel vertrokken, hoor. Dus ja. Is hij overgelopen naar een andere soap. Dus ik heb het niet echt kunnen toetsen. Dus wij kankeren nog steeds op de scripten. En Bart ook in Mens. En echt heel lang over Zeik ook. Ja. Je mag niet zo'n lelijke woorden gebruiken. Jawel, Zeik is een goed Nederlands woord. En, in GTSD mag het worden. Op de repetitie kan hij echt... Dan zitten ze gewoon tijd te rekken. En dan zit je maar van, ja, met dat woordje hoort tijd toch niet te staan. Dus vandaar Barto. En ik doe altijd het scriptogram uit de NRC. Dus, oh, maar dat schiet al een heel eind op dus dan. Ja, dan vermoed je van, nou, dat... Dat je voldoende in huis hebt om goed te kunnen scoren. Nou. We gaan het zien, de Nederlandse ploeg. Wat is de betekenis van het moeilijke woord in de zin? En we beginnen met hoe zeg ik het makkelijk. In dit spel speelt een speler uit de Vlaamse ploeg tegen een speler uit de Nederlandse ploeg. Elk koppel krijgt 3 zinnen met daarin een moeilijk woord waarvan de betekenis geraden moet worden. En je kan 10 punten per goed antwoord verdienen. En we beginnen met het eerste koppel. Dat is voor Vlaanderen Paul Goossen en voor Nederland Barto Braat. Hou de handen aan de A, B of C knop. Hier komt de eerste zin. Dankzij de fraai bewerkte crinoline was de actrice de ster van het feest. Crinoline. Is dat A, hoed? B, pruik? Of C, hoepelrok? Allebei zeggen C. En dat is goed. De volgende. De werkster gaf grif toe dat ze bij het schoonmaken het antieke borstbeeld van opa had laten vallen. Grif, is dat A, amper, B, vlug of C, onwillig? Allebei B gedrukt en allebei goed. En de derde zin. De rovers zaten in het struweel hun buitgemaakte goederen te verdelen. Struweel, is dat A, hooi, B, rovershol of C, struikgewas? Allebei C. Nou, zo eensgezind, geweldig. En allebei 30 punten gescoord. Ja, benieuwd of Wick en Marleen het even goed gaan doen met hun zinnen. De creatie van de textielmagnaat was ondanks de beste bedoelingen geheel passé. Passé, is dat A, belachelijk, B, onbruikbaar, C, verouderd? Jullie zeggen allebei verouderd en is ook helemaal correct. De volgende. Als deze man volhardt in zijn lethargische houding, is er met hem geen land te bezeilen. Lethargische, is dat A, ongevoelige houding, B, koppige houding of C, een agressieve houding? Allebei zeggen jullie A en opnieuw niemand fout. Het was inderdaad een ongevoelige houding. En tenslotte voor Wick en Marleen. In de dierentuin was voor het eerst een Aziatische meerkat te bewonderen. Een meerkat, is dat een A? Een meerkat, is dat een aap, een puma of een roofvis? Allebei C en eindelijk allebei fout, want het was een aap. Nou, voor de score maakt het nog niet veel uit. Kijken of er nu verandering in komt met Mark en Martin. De eerste zin. De brave monnik stelde het niet op prijs dat vader Abt hem kapittelde. Kapittelde, is dat berispte,
onderwees of voorlas. A, B of C. Zeggen allebei A. En dat is goed. Volgende zin. Alle sollicitanten werden door de personeelsfunctionaris categorisch afgewezen. Categorisch, is dat groepsgewijs, voorlopig of onvoorwaardelijk? Allebei C. Jongens, jongens, dat gaat gelijk op. En de laatste zin. Pas na lang aandringen kreeg de buitenlander bescheid van de ambtenaar. Bescheid, is dat antwoord, toestemming of erkenning? Allebei A, allebei goed. Nou, ik denk dat de stand gelijk is, maar laten we maar even gaan kijken hoeveel er na deze ronde gescoord is. 80-80 voor allebei. Woorden worden kritisch omschreven. Hoe snel worden ze gevonden? De cryptokronkels, waar Wik zo goed in is. Ja, ja, je hebt nou iets gezegd. Een woord wordt cryptisch omschreven en je krijgt de begin- en eindletter te zien. Als je het meteen goed hebt, krijg je 30 punten en daarna verschijnen er steeds delen van de oplossing voor steeds minder punten. Per ploeg zijn er 5 opgaven. Mogen we heel zachtjes horen? Ja, jullie mogen overleggen zolang wij het niet horen. Ja. Alhoewel, ze mogen eigenlijk altijd overleggen. Jullie eerste woordje. 1. Tijdelijk uniform van P naar G. 14 letters. Positiekleding. Positiekleding. Ja. Barto drukt en zei positiekleding. En we gaan eens kijken of dat juist is. Ja, positiekleding. Positiekleding die draag je als je zwanger bent. Dus dat is eigenlijk een tijdelijk uniform. Jullie tweede opgave. Feestcommissie van P naar R. 12 letters. Partijleider. Drukken. Waar moet ik drukken? Ik druk even voor jou, Wik, want dat schiet niet op. Partijleider. En partijleider is helaas fout. Oh. Wik? Oh, het is een commissie. Oh. Nee, dat eindigt op een R. Ook niet. Alleen Barto. Partijbestuur. Bestuur. Barto drukt af en zegt nog partijbestuur. En dat was hetgeen we zochten. Een partijtje is een feestje en een commissie is een bestuur. Volgende. Kerkelijk voorschrift. Van D naar T. 15 letters. Dienst staat er al. Reglement? Reglement. Dienstreglement, dat was inderdaad het woord dat we zochten. Een voorschrift, een reglement. Een kerkelijk, dat is dan een dienst. Een dienstreglement. 4. TV-serie. Van B naar L. 12 letters. Beeldverhaal. Heel snel en helemaal juist, denk ik. Beeldverhaal. Ja. Heel goed. Een tv-serie, een verhaal dat met beelden wordt gebracht. En tenslotte voor de Nederlandse ploeg. Van V naar R. Doet net of hij er vandoor gaat. Vlucht. Vluchtsimulator. Vlucht, alweer heel goed. Vluchtsimulator. Ja. Een heel goede ronde voor Nederland. 100 punten. Nou, kijken of de Vlamingen ook zo'n cryptokronkel hebben. Hier komt jullie eerste opgave. Van A naar T, 12 letters. De omschrijving is verre vriend. Afstandsmaat. Pol zegt afstandsmaat. En dat is goed. Een maat op afstand, een verre vriend. Heel goed. Jullie tweede opgave is 13 letters, van G naar R. Hij tilt er zwaar aan. Gewichtheffer. 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 Jazeker. Ah, zijn ook goed. De derde, 13 letters, van V naar N. Dit gebouw zal de luchtvaart hinderen. Verkeerstoren. Verkeerstoren. Die zal het verkeer storen. Ja. Heel erg goed, zeg. Oké, daar komt hij. Is een leuke voor jullie. Van V naar R. Eerste rangs acteur. 15 letters. Spelers.
Voorrangspeler. Is niet goed. Nee. Wist u Real? Hoede speler. Eerste rang, voorhoede, vooraan lopen. En een acteur is een speler. Kun je niet alles weten. Ah, jullie gingen al heel goed. De laatste voor jullie is van G naar L, 14 letters. En de omschrijving is terreinknechten. Grondpersoneel. Mark! Nee. Grondpersoneel. Ja, terrein is grond en knechten personeel. Heel goed. Jullie hebben denk ik nog meer gescoord dan de Nederlanders. 110 punten. En we kijken even naar de eindstand. Oei. 180 voor Nederland, 190 voor Vlaanderen. Zoek de fout. Wat klopt er niet in deze zin? Zoek de fout. Iedere speler krijgt 2 zinnen te zien en in elke zin zit 1 fout. Leestekens gelden niet en je kan 10 punten verdienen per goed antwoord. De tijd gaat in als de zin is voorgelezen. Oké, Paul, je hoeft dus geen knopjes te drukken. Je moet gewoon het woord zeggen waarvan je denkt dat het niet goed is. Hier komt je eerste zin. De ijdele heldentenor scheerde voor de liefdescène in die operette zijn bakkenbaarden af. Heldentenor? Nee, is goed. Scheerde. Scheren, verleden tijd, is schoor. Jouw tweede zin. Volgens tal van archeologen was de Egyptische mummie ingepakt in prehistorisch toiletpapier. Mummie? Mummie, inderdaad. Dat moet met IE. Heel goed, 10 punten. Marleen, jouw twee zinnen. Jouw eerste zin, Marleen. Het verwende kindsterretje acteerde expres de hele opnamedag bedroevend slecht en onnatuurlijk. Expres? Ja. Het is geen post, hè? En jouw tweede zin. Ook de grootste bolleboos dient wel eens een encyclopedie of een etymologisch woordenboek raad te plegen. Etymologisch? Nee, dat is goed geschreven. Het is te raadplegen. En dan, Mark, twee zinnen voor jou. Niks meer voorzeggen, je moet het gewoon zelf doen. De chagrijnige impresario verzekerde de platendirecteur dat de slagerzanger geen blijvertje was. Een blijvertje. Blijvertje, inderdaad, is met een T. En de laatste voor jou. Tijdens de soirée gaf de adellijke dame alle baronnen die haar te dans vroegen een oorveeg. Ten dans. Ja, dat moet ten dans zijn. Jij hebt de maximale score gehaald. Dus we kijken even naar de punten voor jullie deze ronde. En dat zijn er 40. Eens kijken of de Nederlanders de fouten uit de zinnen kunnen halen. We beginnen bij Barto. Barto. Van seksuele intimidaties van zijn nymphomane hospita hoopte de student vrijgewaard te blijven. Gevrijwaard is het. Gevrijwaard, inderdaad. Veel beter dan vrijgewaard. Je tweede zin. Door een incorrecte instructie van het reisbureau belandde de Noordpool-expeditie in Antarctica. Ja? Oh. Instructie. Zeg altijd iets. De tijd is zo om. Het was te laat en het was ook niet instructie, maar het was reisbureau. Het wordt nog altijd met EAU geschreven. Wik, jouw twee zinnen nu. Of veeartsen een koeienhart bij een orang-outang mogen implanteren, is een controversiële kwestie. Controversiële kwestie. Ja. Inderdaad, controversiële, niet contraversiële kwestie. Jouw tweede zin. Hoewel zij het hazenpad kozen, betoogde de commandant dat zijn manschappen geen blaam troffen. Ja, zeg iets. Trof. Trof, inderdaad. Geen blaam trof, want blaam is het onderwerp, dus troffen was helemaal fout. Martin, jouw twee zinnen. Moet ik je helpen? Nooit overmoedig. Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoeveel fouten je er gaat uithalen. Er zit er maar één in, die tip zal ik al geven. Agenten van het lokale drugsbestrijdingsteam hebben de excentrieke cuisinier bij de lurven gevat. Lurven. Lurven is fout, moet lurven met een V zijn. De afgepeigerde cosmonauten slaakten na hun wekenlange ruimtereis een zucht van verluchting.
Verlichting. Van verlichting of van opluchting, maar verluchting was helemaal fout. Voor Nederland levert dat 50 punten op in deze ronde. En voor de tussenstand betekent het volgende. 230 voor Vlaanderen en 230 voor Nederland. Wie maakt de meeste woorden? De woordenwisseling. Een woord moet worden aangevuld met een ander woord, zodat er weer een nieuw bestaand woord ontstaat. We gaan op het rijtje af totdat er 9 goede antwoorden gegeven zijn. Dus de maximale score is ook 90 punten. Geeft een speler een fout woord op, of een woord dat al gezegd is, dan is hij af. En wat wij als fout beschouwen, ik geef even een voorbeeld. Als je het woord hebt schoft bijvoorbeeld, ik bedoel niet persoonlijk hoor, dan mag schoften, schoftje, mag allemaal niet, want dat is verkleinwoord en meervoud. Dan zou schofthoogte mogen, maar schofthoogte zon niet, want de zon borduurt door op de hoogte en bovendien bestaat dat woord helemaal niet. Dus je begrijpt het wel ongeveer, hè? Mooi. Goed, en schofthoogte zon. Maar we geven in elk geval de Nederlandse ploeg een eerste woord en dat woord is klap. Barto, jij mag beginnen. Schaats. Klap schaats. Is goed. Wik? Klapstuk. Klapstuk. Klapdeur. Klapdeur. Zeg iets. Klaphelm. Te laat. Klapsignaal. Klapsignaal. Klapteken. Klapsignaal bestaat niet. Klapteken wel. Klapvee. Klap V, zegt Martin. Ja, en ik vrees dat dat ook niet in het woordenboek staat. Jullie zeggen dat hier wel tegen publiek. Klap V. Ander publiek hoor, ander publiek. Maar wij kennen dat niet en het staat ook helemaal niet in het woordenboek. Jullie halen wel 30 punten met deze ronde. Nou, wat hadden we allemaal nog? Een klapstoel, klapstuk, klapperen, klapperen. Weet je wel? Oh, neem me niet kwalijk. Nou, er waren er nog een aantal. Kijken of jullie verder komen dan 3 aanvullingen met het woord doel. Pol begint. Doelstelling. Doelman. Doelgericht. Pol. Doelpaal. Doelschijf. Geen doelschijf, Mark. Doelstelling. Heb je al gezegd. Pol. Doelwachter. Een doelwachter. Ja. Je mag door, Pol. Ja. Doelloos, doelmatig. Nou, er waren er nog een paar, maar jullie zijn 2 woorden verder gekomen dan de Nederlanders. We gaan dus even kijken naar de tussenstand op dit moment. Het zal niet veel schelen. 260 voor Nederland, 280 voor Vlaanderen. Maak een zo lang mogelijke zin. Iedere speler krijgt zo dadelijk 12 woorden te zien en binnen de tijd moet hij hiermee een goede Nederlandse zin maken. Een eenmaal geplaatst woord mag niet meer van plaats veranderd worden. 10 punten kan je verdienen per 3 goed gebruikte woorden en in totaal zijn er 40 punten te verdienen. Nou, we beginnen met de Vlaamse ploeg. Om te beginnen is Pol aan de beurt om... Ja, ik hoop altijd dat we zo kunnen lachen met die zinnen, want je mag eigenlijk inhoudelijk best onzin vertellen als het grammaticaal maar deugt. Dus hier zijn jouw 12 woorden. Ga je gang. In de molen dronken vele vrouwen koffie nog verder, denk je? Nee, had je dan maar vele vrouwen die uit waren gezegd, dan was je alweer een end verder gekomen. In de molen dronken vele vrouwen koffie. Het lijkt me prima. Het is goed voor 20 punten. En wij zochten. De vrouwen die uit waren, dronken vele malen koffie in een molen. Marleen, jouw 12 woorden. En je tijd gaat nu in.
Voor het examen. Beschreven. Veel kandidaten. Hun papiertjes. Ga door, probeer iets. Hun papiertjes in zakken. Ja, te laat, maar als je dat eerder... Ja, je moet altijd maar kijken of je verder kunt, want misschien wordt dat wel goed gerekend. Voor het examen beschreven veel kandidaten hun papiertjes. Lijkt me ook weer een prima zin. Ja, is goed voor 20 punten. En wij zochten... Net voor het examen stoppen veel kandidaten beschreven papiertjes in hun zakken. En Mark, je hebt er echt zin in, hè? Ik zie het aan je. Zet hem op. Hij trok wit weg. Toen de oude schilder... aan zijn plafond zat. Ja. Nou. Hij is goed, hoor. Wij hebben hem precies andersom. Dus toen de oude schilder aan zijn plafond zat, trok hij wit weg. Dus die gaat helemaal goed zijn. Voor 40 punten. Knap gedaan. Prima. Nou, laten we kijken wat deze ronde jullie heeft opgeleverd. 80 punten. Ja, Nederland, jullie zullen het goed moeten spelen om bij te kunnen blijven. Bardo, jouw 12 woorden, hier zijn ze. En je mag eraan beginnen. Smorgens vroeg voeren oudere studenten, jonge eerstejaars, lauw bier. Ga door. En tot beesten. Zeg dan en beesten. S'morgens vroeg voeren oudere studenten, jonge eerstejaars, lauw bier en tot beesten. Zeggen ze dan, tot beesten. Ja, ja. Het zijn wel 30 punten, tot lauw bier wordt het goed gerekend. De zin die wij verwacht hadden was oudere studenten, beesten tot s'morgens vroeg en voeren jonge eerstejaars, lauw bier. Dat is ook wel heel moeilijk. Wik, hier zijn jouw woorden. En je tijd gaat nu in. Houd de tijd in de gaten. Telefonistes bellen vriendinnen die in... Nee. Die staat er niet. Vriendinnen... Zeg iets. ...in gesprek... Ja. Ga verder. Telefonistes bellen vriendinnen in gesprek. Ik ben benieuwd of daar... punten voor toegekend worden en hoeveel? Nee. 10 punten. Het was dat drinken en dat bellen dat voor verwarring zorgde. Telefonistes drinken grote bellenwijn als ze in gesprek zijn met vriendinnen. Gemeen. Heel verwarrend natuurlijk. Martin, hier zijn de 12 woordjes en je mag beginnen. Kinderen krijgen geen zwarte cadeautjes. Moet kunnen. Als Pieten bij de pakken neerzitten. Oh, heel mooi. Veel Pieten. Veel Pieten hadden er moeten zijn. Ja, veel zwarte cadeautjes inderdaad. Heel mooi gevonden. Ik denk dat het goed is voor 30 punten. Ja, bijna 40, als je veel voor Pieten had gezegd. De zin die wij zochten leek erop als zwarte Pieten bij de pakken neerzitten, krijgen veel kinderen geen cadeautjes. Ja. Ja. Toch goed voor 30 punten. En wat scoort de Nederlandse ploeg deze ronde? 70 punten. En die 70 opgeteld bij de rest levert ons de volgende tussenstand op. 330 voor Nederland en 360 voor Vlaanderen.
zijn de woorden goed of fout gespeld, ook volgens de nieuwe spelling. Nou, er kan nog van alles gebeuren in dit laatste spel voordat we naar de finale gaan. En daarbij gaat het dus om de huidige spelling. Is het woord goed of fout gespeld? Daar gaat het om. De spelers moeten binnen 3 seconden drukken op de goed of fout knop. Je kan 10 punten per goed antwoord verdienen. In totaal zijn er 5 opgaven per ploeg en leestekens tellen mee. Ja, en de Nederlandse ploeg houdt het eerste vingers aan de goed of fout knop. En het eerste woordje is brillantine. Jullie zeggen alle 3 fouten, dat is briljant, want het moet met 2 L'en en niet met LJ geschreven worden. Rechtspraak is het volgende woord. Druk iets. Ja, Wick is net te laat. Barto zei fout en Martin zei goed. En Martin had het bij het rechte eind. Rechtspraak is maar met 1 S, want het komt van recht spreken. Wick, op tijd drukken nu bij Wiegelied. Je hebt op tijd gedrukt, maar je hebt wel fout gedrukt, want Wiegelied is helemaal correct geschreven. Het komt van het werkwoord wiegen. Jullie 4e opgave, punniken. Is dat goed of fout? Alle 3 fout, zeggen jullie. En dat is ook alle 3 correct, want het is met 1 K, zoals monniken en haviken. Jullie laatste woordje, slapeloosheid. Alle 3 fout. Inderdaad, die N hoort daar niet. Het is slapeloosheid. 110 punten voor Nederland deze ronde. Kijken hoe het in Vlaanderen gaat met de nieuwe, de huidige spelling. Hoe schrijven we prinsessenboontjes? Zo of anders? Fout, goed, goed. Het is goed. Prinsessenboontjes, meervouds prinsessen, dus die tussen-N moet erbij. Grimeuze dan. Alle 3 zeggen ze goed. En dat is ook zo. Dat is correct. De volgende. Biceps. Fout, goed en fout. Marleen, je hebt geen biceps misschien. Biceps. Maar ze worden in ieder geval zonder die S geschreven. Het volgende woord is niemandal. Oh, sorry. Verkeerd gedrukt. Verkeerd gedrukt, helaas. Ja, je kent te laat, niet of verkeerd. Het is vervelend. Fout, fout, goed. En het is natuurlijk niemendal. Dat wist jij ook. Het laatste woord is katapult. Heel snel, alle 3. Fout, fout, fout. Hartstikke fout. Katapult is het. En het levert jullie nog 10 puntjes meer op. Dus nog ietsje verder uitlopen. We gaan kijken naar de stand voordat we naar de finale gaan. En die is 440 voor Nederland, 480 voor Vlaanderen. En we gaan meteen kijken wie voor Vlaanderen de finale gaat spelen. Wie het best heeft gedaan tijdens deze 10 voor taal. De camera gaat hem opzoeken. Hij gaat recht naar Marleen, maar wijkt uit naar Paul Goossens. Ja. Niet getreurd hoor, jongens, met die 40 punten verschil. Dat zijn straks maar secondes. Dus we zijn heel benieuwd wie van jullie de finale mag gaan spelen. Wie het beste gescoord heeft. De camera gaat draaien, zwenken, zoeken. Het is Martin. Wie kent de meeste woorden en wint de 10 voor taal trofee? Hier heb je goed zicht op de monitor zometeen. Ja. Want de finale spelers moeten binnen seconden, na elkaar dus, binnen 60 seconden woordbetekenissen geven. En je krijgt 10 punten per goed antwoord. Als je 10 woordbetekenissen geraden hebt, dan stopt de tijd. En de seconden die overblijven, die worden met 10 vermenigvuldigd en bij de score opgeteld. Dus 4 seconden is genoeg. Dus ja, 4 seconden lopen we achter. Ja. En als jij die dus meer overhoudt dan de Vlaamse finalist, en dan liefst nog 1 erbij, want dan heb je gewonnen. Ja, precies. Ik doe het best al. Ja? Je hoeft je adem niet in te houden, hoor. Dat is een beetje eng. Oké, 1 minuut en hier komt het eerste woord. Spie. IJzeren pen. Decisief. Beslissend. Pizzicato. Tokkelend. Prompt. Direct. Ramei. Afranseling. Skunk. Stinkdier.
tachometer. Een snelheidsmeter. Yucca. Een sierplant. Zog. Kielmater. Aberdeen. Schotse rok. Marginaal. Bijkomstig. Protocol. Voorschriften. Ja. Yes. Eerst even rekenen. 10 goede antwoorden is 100 punt. 19 seconden over met 10 vermenigvuldigd is 190 erbij. Dus 290 punt. Ja. Ja, en nou maar afwachten. Wat Pol doet. Inderdaad. Goed. Wat denk je? Wat, denk je dat hij het redt? Ik ben bang van wel, maar ik hoop van niet. Oké, ga zitten. We gaan het zo zien. Pol? Ja? 40 punten voorsprong. Ai, ai. Dat moet normaal te doen zijn. We zullen zien, hè? Ja, hè? Betere soap, nu de betere reeks neerzet. Ja. Kan geen probleem zijn, denk ik. Soap gaat ook snel, maar dit gaat nog sneller. Ja, maar het zal wel lukken, denk ik. Alleen, laat maar zien wat je daar hebt. We gaan beginnen met het eerste woordje. Spie. IJzeren pen. Decisief. Beslissend. Pizzicato. Tokkelend. Prompt. Direct. Ramei. Afranseling. Skunk. Stinkdier. Tachometer. Drukmeter. Yucca. Een sierplant. Zog. Kielwater. Aberdeen. Jachthond. Marginaal. Bijkomstig. Protocol. Bemoeienis? Nee, voorschrift, ja. Sommelier. Wijnkelder. Wijnkelder was nog juist. Ja. Je hebt 9 goede antwoorden gegeven. Ja. Je hebt geen seconde over. Maar het zijn wel 90 punten. Ik ben benieuwd, Pol, of het voldoende zal zijn. Allee, we zullen zien. Oh, pas op. Je ziet me al glimmen natuurlijk, hè? Ja. Het komt ook omdat het warm is hier, maar ook van trots. Ik vrees het ergste. Yes. Ja? Ja, ik zou het maar doen. Wat is de eindstand? Dat wil ik wel eens weten nu. Ah, 570 voor Vlaanderen en 730 voor Nederland. Yes! Ja. Ja, je had de soap en de nog betere, dus de betere soap en de nog betere soap. Ja, maar goed, dus wel de betere en de nog betere. Dus zo erg is het allemaal niet. Want we hebben voor jullie ook een prachtige set cadeaus. De zilveren 10 voor taalpen en een CD-ROM waarbij je dit spel thuis nog eens na kunt spelen. En onze welgemeende heel hartelijke dank, Pol, Marleen en Mark. Ja, en de prijzen geven ze aan de meet en dat heeft Martin bewezen. Het was echt te sterk, ging heel snel ook. Het was voor jou een fluitje van een cent, had ik de indruk. Jullie krijgen dus de gouden 10 voor taalpen, de woordenboeken, de prachtige trofee van Tineke en natuurlijk ook nog een CD-ROM. Proficiat Bartovic en Martin. Ja. Ja, en waarschijnlijk zal het volgende keer ook wel weer zo gaan. Dus wat mij betreft, graag tot dan. Dag. Ik wil dat wel